Dames en heren, van harte welkom en ontzettend leuk dat je weer kijkt naar alweer het allerlaatste webinar van Young Capital in samenwerking met MT Sprout. Mijn naam is Remy Gieling, hoofddirecteur van MT Sprout. En het komende uur praten we over succesvol veranderen. Waarom vinden we verandering zo lastig? Welke keuzes maak je om succesvol te veranderen? En wat zijn handvaten om verandering binnen je organisatie te stimuleren? Dat doe ik samen met Bram Bosveld, mede-oprichter van Young Capital. Leuk dat we hier mogen zijn, dankjewel. En samen met Marcia Godard, neurowetenschapper. Dus we gaan met jou hebben over hoe werkt dat nou in dat brein van ons. En ja, voor de vaste kijkers, die weten het al. Achter de knoppen zit Eveline Praal, die al je vragen gaat beantwoorden. Of in ieder geval de meest prangende vragen in de uitzending gaat brengen. Dus stel ze vooral in de chat, naast het venster. En ik wil eigenlijk ook graag beginnen met een vraag aan jou thuis. Namelijk, vind je zelf veranderen lastig? En waarom vind je het lastig of waarom vind je dat niet zo lastig? Dus laat dat vooral even weten in de chat. Dan gaan we zo meteen kijken hoe de stemming thuis is over veranderen. Eerst ben ik even benieuwd. Bram, vind jij veranderen lastig? Ik denk als ondernemer maar ook zelf, dat je, natuurlijk is veranderen wel lastig, maar het is gewoon een continu proces waar je altijd mee bezig bent. Ja. Dus ja, in die zin, je moet het gewoon doen. Denk je dat ondernemers misschien ook wel intrinsiek wat makkelijker met verandering kunnen omgaan? Dat je als ondernemer vanaf de start al heel veel uitdagingen tegenkomt? Ja, ik denk dat het afhangt van het onderwerp. en of het nou gaat, zakelijk heb ik in ieder geval het idee dat je dingen moet blijven proberen en moet veranderen. En dat je in je privé soms meer in vaste stramine zit. Waar merk je dat aan? Nou, ik ben bijvoorbeeld, ik hou van sporten. Dus ik moet gewoon elke dag sporten. En als ik dan de dag niet kan sporten, dan ben ik uit mijn vaste termijn. Ja, dan word ik heel ongelukkig. Ja, want ik had je co-founder Hugo even gevraagd, wat typeert Bram nou? Hij zei, die man is een machine, die sport zo ongelooflijk hard. Is dat, want je bent ook aan het trainen voor triathlons, heb ik begrepen. Ja. Hoe is dat voor in die coronatijd? Is dat lastig geweest? Ja, dat is fantastisch. Oh ja, je had veel tijd. Je kon meer sporten dan ooit. Meer sporten dan ooit. Ik bedoel, als je aan het werk bent en aan het ondernemen, dan is het toch vaak, heb je s'avonds etentjes en andere afspraken. En normaal gesproken sport ik altijd 's ochtends. Nou, dan begint je dag. Die begint natuurlijk al op een x-tijd en vaak met een meeting. Ja, en met corona viel een heel groot deel van mijn meetings weg. Dus, het avondprogramma was er ook niet. Ja, het is nu weer een beetje aan het oppakken. Wat jammer is, omdat het ten koste gaat van de tijd. Ja. Maar daardoor heb ik wel enorm veel kunnen sporten. Je bent fitter dan ooit. Ja, absoluut. Marcia, ook aan het trainen voor triathlons. Ik heb een beetje tegenovergestelde gehad eigenlijk. Ja, ik sportte voor corona. Ik dans in showteams. En ik dans echt 6 uur per week. Maar ja, dat mocht natuurlijk niet meer. Je mag niet meer bij elkaar komen. Ja. Dus we hebben dat op een gegeven moment wel via Zoom opgepakt. Werkt dat? Ja, we hebben een hele videoclip opgenomen die we via Zoom bij elkaar hebben getraind. Dus dat is wel goed gegaan. Maar het is natuurlijk wel aanzienlijk minder intensief dan het daarvoor was. Dus ik heb wat coronavet dat we even afgekomen. Ja, bij jou is natuurlijk veranderen al relatief vroeg gekomen. Want je bent wetenschapper van origine. Afgestudeerd, doctoraat behaald volgens mij, dokter Marcia Godard. Totdat je werd weggekaapt door het bedrijfsleven. En wel, je vorige werkgever, Young Capital. Ja. Hoe was dat? Van de wetenschap naar het bedrijfsleven te gaan? Ja, het gekke is dat ik, voordat ik eraan begon, het was natuurlijk super onzeker. En er wordt ook dan gezegd, in de wetenschap, als je weggaat, dan kan je niet meer terugkomen. Je kan geen echte wetenschap doen als je niet op de universiteit werkt. Dat is hoe ik ben opgevoed. En ik dacht op een gegeven moment we gaan het gewoon proberen en we zien wel. En dat paste natuurlijk ook wel heel erg bij Young Capital. Ik heb nog geen seconde spijt gehad. En ik krijg nu ook wel de vraag van, wat dan, welke kant wil je dan op? Ik heb geen flauw idee, maar... Vond je het spannend? Want in die veilige wetenschap, een beetje een bubbeltje, kan ik me zo voorstellen. Ja, daar is je carrièrepad natuurlijk helemaal uitgestippeld voor je. Ik was assistant professor. Nou, daarna word je dan associate professor. En als je dan heel goed bent in de politiek van het universitaire systeem, word je professor. En dat is anders als je het bedrijfsleven ingaat. En ik herinner me nog heel goed mijn eerste dag bij Young Capital. Dat ik ging zitten en dacht, en nu? Laptop, leuk. Ik ga maar wat doen. En daar is toch een hele carrière uitgekomen. Het is super tof en wat ik zeg, nooit spijt van gehad. Het is wel mega spannend en dat is het natuurlijk nu nog steeds, want het is best wel bijzonder. Maar nu ben ik toch weer aan het samenwerken met universiteiten. Tweede promotietraject begonnen, dus blijkbaar kan je het toch wel combineren. En dat vind ik heel fijn om te ontdekken. Hoe ben je persoonlijk met verandering? Ga je makkelijk met verandering om? In mijn carrière dus wel. Ja. Dat gaat eigenlijk heel vanzelf gegaan sinds ik die beslissing heb genomen.
Ik ben denk ik in mijn privéleven ook wel een beetje een gewoontedier. Wat Bram ook omschrijft. Je hebt gewoon je routines en je dingen waar je in zit. En als dat dan ineens niet lukt, dan word je gewoon kribbig van. Want dat is hoe dat voelt niet lekker. Ik kom er dus net ook achter dat ik inderdaad... Ik zit heel erg vast in mijn Android. Ik kan niet naar een iPhone. Nee. Geprobeerd. Nou, dat werkt dus niet. Dus ja, er zit wel degelijk een verschil tussen privé en werk wat dat betreft voor mij. Ik ben benieuwd hoe dat thuis is. Is er bij jou verschil tussen privé en werk als het aankomt op verandering? Dus zet dat ook even in de comments. Ondertussen, Eveline, zijn er al reacties binnengekomen op de vorige vraag? Ja, Nicolette van Groen-Wassenaar vindt veranderen niet zo lastig. Ze zegt, ik ben toekomstgericht en enthousiast over ontwikkelen. En je blijft leren en groeien als je blijft veranderen. Hartstikke leuk. Want eventjes nog voor de context, Marcia. Je werkte vroeger bij Young Capital als neurowetenschapper. Nu werk je bij Enrange. Dat is een bedrijf dat gericht op serious gaming. Ja. Dat iedereen weet wat je tegenwoordig doet. Wat doe je dan precies met serious gaming? Wij doen gedragsverandering met behulp van serious gaming en gamification. Wat twee uitingsvormen van hetzelfde zijn. Namelijk spelprincipes gebruiken om gedrag te beïnvloeden. Om mensen dus te helpen met veranderen. Ja. Bram. Young Capital. Ja. De coronacrisis. We hebben ooit een webinar gedaan met je co-founder Hugo. Hij vertelde, jullie zaten in een auto terug van wintersport. Oostenrijk, als ik me niet vergis. Je hoorde op de radio die toespraak van Rutte. En wat voor maatregelen allemaal aan zaten te komen. En die keken elkaar aan van, waar zijn we in beland? Absoluut. Ja, dat was een bijzondere rit naar huis. Ja. Een hele lange, kan ik me voorstellen. Nou ja, het ging niet snel genoeg naar huis, nee. Nee. Hoe beleef je dat? Je zit samen, misschien wel prettig, in een kokonnetje. Nou, kijk, sowieso is het dan fijn dat je even makkelijk met elkaar wat dingen kan doorspreken. Van, wat gebeurt er bij jou en hoe denk jij hierover? Ik ben ondernemer geworden met eigenlijk één doel. Ik heb een hekel aan om voor een baas te werken. En ik wil graag de dingen doen die ik graag wil doen. En natuurlijk ga je, naarmate je groter wordt, meer in overlegstructuren, et cetera. Maar dat is zeg maar de basis van waarom ik ben gaan ondernemen. En als dan de politiek voor jou bepaalt van, hey, luister, morgen gaan we vanuit huis werken, de restaurants gaan dicht, vliegen naar bepaalde landen werd niet meer mogelijk, ja, dan doet dat wel wat met je. En dan denk je echt bij jezelf van, maar hij gaat dat even voor ons allemaal beslissen dat dit het beste is. Nou, daar had ik wel even moeite mee. Ah, het voelde een beetje alsof je weer voor een baas aan het werken was. Die nou ja, was maar een baas. Maar dit was een dictator. Van mijn wil is wet. Ja. We hebben met elkaar besproken. Het Outbreak Management Team heeft deze conclusies getrokken. En je hebt je er maar aan te houden. Ja, dat is wel... dat vind ik wel pittig, ja. Wat doet het dan met je? Ja, kijk, in die zin... dan doe je het eerst kijken van... welke impact hebben deze beslissingen op mij? Of op ons? Nou kijk, privé is natuurlijk, dan ga je kijken, kinderen kunnen niet naar school, hoe ga je dat opvangen? Eigenlijk valt er een heleboel bouwstenen, wat je normaal gesproken in je vaste termijn aan het doen bent, vallen weg. Konden niet meer naar voetbal trainen, niet meer voetbal trainen, geen hockey meer, geen tennis. Pianoles mocht niet meer voor de kids. Ja, weet je, dan valt er toch wel een heleboel dingetjes en activiteiten in de week weg. En dan heb je ook nog al die mensen op kantoor die naar je aan het kijken zijn van Bram en Co. Wat gaan we doen? Ja, en dat was dan thuis. En dan vervolgens ga je kijken van en welke impact heeft het dan op mijn business? Ja, en dat was wel eventjes dat je echt dacht, niet meer naar kantoor werken. Ja, wat is dan de perceptie wat er als eerst gaat gebeuren? Dat betekent dus dat alle flexmedewerkers naar huis worden gestuurd. Oh, dat is eigenlijk al mijn hele omzet. Dat betekent dat wij hier met kantoren te maken hebben waar niemand naartoe komt. Terwijl wij zijn een mensenbedrijf. Hè? We werken veel met mensen. We moeten mensen matchen op vacatures. En natuurlijk kan je dat een heel groot deel digitaal doen. Maar uiteindelijk heb je ook wel interactie met elkaar nodig om net te bepalen. Past deze persoon bij partij A of is het meer iemand die bij partij B aan de gang kan? Omdat het toch wel in de kleine nuances zit. Ja, en dat was wel eventjes dat we dachten van bestaan we over een week of wat nog? Ja. En gelukkig zagen we toen al heel snel wat lichtpuntjes. In de zin van bedrijven die, net zoals wij in één keer van vrijdag op maandag het mogelijk hadden gemaakt om vanuit huis te werken. Kandidaten die vanuit huis aan de gang konden. Collega's die thuis konden werken. Enorme werkprocessen ingericht daaromtrent. Ja, en dan de eerste 4 weken zie je wel je omzet als een idioot naar beneden gaan. En gelukkig daarna stabiliseert het en zit er nu weer een kleine groei in. Dus ja, in die zin zijn we enorm geschrokken aan het begin. En uiteindelijk als ik nu terugkijk, denk ik wel van misschien was het ook wel even nodig een reset, in ieder geval voor ons. We zijn altijd gegroeid, alle jaren sinds de start.
En nu voor het eerst gewoon echt een keer een keiharde setback. En dat drukt je wel even met je neus op de feiten. En dan moet je nog eens keer door je hele organisatie heen om te kijken met alles wat je in de afgelopen 20 jaar hebt gedaan. Zijn dat wel in gedurende de afgelopen 20 jaar de juiste keuzes geweest? Of moeten die bepaalde dingen nu juist, hè? Never waste a good crisis. Ik heb die term al heel veel gehoord. Maar toch is dat wel iets waar je dan nog eens een keer extra naar gaat kijken. Want ja, je moet wel. Je wordt gedwongen om te kijken van ja, wat is nou mijn lifeline? En hoe zorgen we ervoor dat die omzet binnen blijft komen en dat we een beetje marge maken, zodat we onze eigen kosten ook nog kunnen betalen. Ja, Marcel, ik hoorde al Bram eigenlijk een beetje zeggen in die beginperiode van ja, misschien een soort bozigheid of onmacht die je voelt als die maatregelen op je afkomen, waar je zelf geen invloed op hebt. Wat doet verandering in je hersenen? Hoe werkt dat? Ja, kijk, veranderen staat eigenlijk gelijk aan onvoorspelbaarheid. Want op het moment dat dingen, zeker in deze periode, dingen veranderden heel snel, per dag. We wisten niet hoe volgende week eruit ging zien. En bedrijven wisten inderdaad niet, zelfs een bedrijf als Young Capital, bestaan we over een paar weken nog wel. En het is vooral die onvoorspelbaarheid waar je brein niet zo lekker mee gaat. Want, wat gebeurt er dan? Nou, je brein is eigenlijk een soort van algoritme. Wil continu voorspellen. Het is het beste machine learning algoritme dat we hebben. Dus als dat niet meer lukt, heel simpel, krijg je gewoon stress. Je krijgt gewoon letterlijk een fysiologische stressreactie in je lichaam, omdat je brein het gewoon niet meer weet. En ja, dat kan leiden tot rigiditeit, dat je vast gaat lopen, dat je dus inderdaad in de weerstand gaat kruipen. Dat hoeft niet, overigens. Dat hangt er heel erg vanaf hoe je met zo'n situatie omgaat. Maar fysiologisch gezien is verandering eigenlijk bijna altijd gelijk aan druk en stress en een vervelend gevoel, die knoop in je maag die je voelt op het moment dat je denkt, shit, ik weet het gewoon echt even niet meer. Sommige mensen merken dat inderdaad meer dan anderen. Ja. Waar ligt dat aan? En zijn onze breinen dan echt anders gewired misschien? Je kan je brein rewiren gedurende je leven. Dat is heel erg fijn natuurlijk. Want dat is een misverstand wat er bestaat, is dat je brein is wat het is en dat het niet veranderlijk is. Dat is gewoon niet waar. Gedurende je hele leven kun je nieuwe verbindingen aan gaan maken, gelukkig. Maar er zijn grofweg twee manieren waarop je om kunt gaan met verandering en met de stress die daarmee gepaard gaat. En dat is, je kan het framen als een uitdaging of je kan het framen als een bedreiging. En dat levert heel andere gedragingen op. Op het moment dat je het framed als een bedreiging, dus dat het echt is van shit, ik weet niet meer of ik veilig ben. Want dat is, je brein is alleen maar erop uit om jou te beschermen. Wil je alleen maar veilig houden. Dat is gewoon evolutie. Als je in die stress als bedreiging kant zit, dan krijg je dus die weerstand, die rigiditeit, die ja maar, waarom moet ik, ja maar, ik wil niet, ja maar dit, ja maar dat. Maar als je het weet te framen als een uitdaging, dan zie je veerkracht in mensen. En dat zijn de mensen die juist in zo'n crisis gaan innoveren. Die met nieuwe ideeën komen, die met nieuwe oplossingen komen. Die een hele businessmodel weten om te vormen. Dus die framing is echt ongelooflijk belangrijk. En waar ligt dat aan? Wat zit er in mensen om het op de ene of op de andere manier te kunnen zien? Maar je hebt mensen natuurlijk, het is een beetje nature-nurture. Een beetje van allebei. Je hebt mensen die zijn natuurlijk van nature meer veerkrachtig. En ondernemers zijn daar een voorbeeld van. Als je een goede ondernemer bent, dan ben je van nature dus beter in staat om te gaan met tegenslagen en met veranderingen. Want dat hoort bij het vak van ondernemer. Een ondernemer slaagt bijna nooit de eerste keer dat hij iets probeert. Je probeert het een paar keer. En als je dan kijkt naar de kenmerken die ondernemers hebben, dan zit dat in vaardigheden als creativiteit, flexibiliteit, eigenaarschap nemen, kritisch kunnen denken. Dat zijn vaardigheden die je helpen om zo'n situatie en zo'n verandering op de juiste manier te framen. En te denken, wat kan er nog wel in plaats van wat kan er allemaal niet. Ik ben benieuwd hoe mensen daar thuis naar kijken. Evelina, heb je nog antwoord gekregen op de vorige vraag? Hè, of het verschil was tussen verandering privé en op het werk? Nee, daar hebben we geen antwoord op gekregen. Maar ik vind het wel een hele interessante vraag. Dus ik ben alsnog heel erg benieuwd. Ja, dus mochten mensen dat hebben, dan antwoord daar nog gerust op. Merk je zelf dat je anders bent in verandering thuis of op het werk? Zijn er misschien nog andere vragen binnengekomen van kijkers? Ja, wellicht al deels beantwoord door Marcia net, maar de kantoorvlogger, leuke naam overigens, vraagt, is de druk en stress bij verandering altijd negatief of is het juist nodig om te veranderen? Ja, dat is inderdaad het antwoord wat ik net gaf. Heel erg afhankelijk van hoe je die... Want stress heeft natuurlijk echt een ongelooflijk slechte reputatie. Ja. We hebben het altijd over stress leidt tot burn-out. Dat is de relatie die altijd gelegd wordt. Maar stress, het woord, het ding zelf, is niets meer dan druk. En de stressreactie in je lichaam is niets meer dan een manier van je lichaam om je in staat te stellen om iets te gaan doen, om in actie te komen. Ja. Dus die interpretatie van uitdaging of bedreiging, die is daar echt essentieel bij. Want je bent in principe klaar om in actie te komen. Alleen
als je het framed als een bedreiging, denk je, maar wat gaan we dan doen? En dan bevries je een beetje, terwijl je juist wil, uitdaging, kom, hup, we gaan. En dan gebruik je hem op de juiste manier. En dan word je scherper, dan heb je betere ideeën. Dus het kan zeker heel positief uitpakken. Wat ik ook wel gaaf vind is, Young Capital bestaat inmiddels 20 jaar. Ja. Een prachtig mooie leeftijd. In die tijd zijn je natuurlijk heel vaak veranderd. Ik begon als studentenwerk, klein clubje, uitgegroeid tot een mega groot bedrijf, waar we nu hier zitten op het hoofdkantoor in Hoofddorp. Wat voor verandering hebben jullie doorgemaakt in die 20 jaar? Oeh, ja, eigenlijk zijn we continu aan het veranderen. Als ik terugkijk, hoe zijn we begonnen? Heel simpel, we zijn begonnen als een websitebouwbedrijf wat op zoek was naar domeinnamen en daarmee aan de gang zijn gegaan. Nou, dat liep niet zo heel goed. Dus ik was op zoek naar een bijbaan, toen zei studentwerk.nl. Toen dacht ik in eerste instantie, ik ga een website bouwen en dan verkopen we die. Maar uiteindelijk heeft dat ertoe geleid dat we een uitzendbureau zijn begonnen. Dus ja, we zijn vanaf dag 1 gewoon continu in ons hele businessmodel aan het veranderen geweest. Begonnen als vacaturebank, omgegaan naar een uitzendorganisatie. Vervolgens van de zolderkamer naar ons eerste kantoortje in Hoofddorp, waar we met 20 man uiteindelijk zaten. Toen zijn we verhuisd hier naartoe. Ja, dat is natuurlijk al, ik weet nog heel goed dat ik hier over de vloer heen liep en dacht, wow, wat is dit? Ik moet al die monden straks voeden, dat is onze verantwoordelijkheid om dat te doen. Ja, en dan, goed, je had het net over wat gebeurt er met stress en druk. Ja, ik ga aan. Ik vind het leuk op het moment dat er meer stress en druk opkomt, wanneer je dingen moet opleveren. Dan ga ik kijken van, oké, wat ligt in mijn cirkel van invloed? Waar heb ik dan eens invloed op? En hoe kunnen we dat proces gewoon goed in de organisatie inbouwen? Dus ja, en de grootste veranderingen die wij als organisatie hebben doorgemaakt, is denk ik 1 mensen aannemen. Mm-hmm. Wat al heel spannend is, van hoe ga je met die mensen om? Daar heb je het al. Hè. Je krijgt andere types met elkaar, andere DNA's wat met elkaar moet matchen. Vervolgens hebben we een CEO aangenomen. Zijn we zelf een stapje terug gaan doen. En dan geef je letterlijk de sleutel, nou ja, bijna uit handen, die dan de boel voor je gaat managen, waardoor je zelf meer op afstand moet komen staan, want anders loop je elkaar steeds in de wielen. Nou, dat was een hele spannende verandering. Ja, en dan vervolgens zijn we van studentenwerk naar Young Capital gegaan. Ja, Young Capital, of studentenwerk was echt mijn kind. En dan ga je naar Young Capital toe, dan is in eerste instantie het weerstand. Maar ja, uiteindelijk van, ja, moeten we dat wel doen? En het studentenwerk is goed en we zijn er voor de jongeren en dan gaan we Young Capital en welke associaties brengt dat bij je naar boven? Maar uiteindelijk zie je toch dat die verandering, als je je schouders eronder zet en weet wat het langetermijndoel is, ja, uiteindelijk positief gaat uitwerken. Ja, en dat is gewoon heel gaaf. Maar het is wel grappig, want heel vaak van een afstandje lijkt het een soort van geplaveide weg, zo'n merkverandering naar Young Capital toe. Ja. Maar je zegt ook dat je ook in het proces daar naartoe, dat je zelf ook wel een soort van misschien interne weerstand merkt. Enorm weerstand, want het studentenwerk deed gewoon goed. We groeiden hard, elk jaar verdubbelen. We hadden goede PR. Ja, weet je, het logo, het paste gewoon heel erg goed bij de fase waar ik toen, nou, in ieder geval misschien dan zelf zat. Mm-hmm. Je bent in de grote mensenwereld bezig, maar je wil nog niet in de grote mensenwereld bezig zijn, zeg maar. Dat gevoel had ik een beetje. Nou, dan ga je naar Young Capital toe en voor überhaupt al, om tot een naam te komen, ga je een heel proces door met allemaal namen en je hoort van alles voorbij. En dan denk je, oh mijn god, waar ben ik aan begonnen? We hebben toch iets moois? Maar aan de andere kant wisten we ook dat we met de naam studentenwerk nooit zouden bereiken waar we nu staan. En dat we wel wat moesten. En dat was toch wel dat stemmetje wat dan in je hoofd zit. Van ja, je kan wel vast blijven houden aan wat je hebt, maar je moet meer kijken naar wat de mogelijkheden zijn met iets nieuws. Ja, en dan dan neemt het de vogelvlucht en wordt dat stemmetje, dat andere stemmetje wat in je hoofd zei, niet doen, niet doen, niet doen, niet doen. Ja, dat wordt dan gewoon volledig overhoop gelopen. Hoe is dat met medewerkers? Want je hebt het natuurlijk zelf, maar je hebt ook een hele grote groep medewerkers die je daarin moet meenemen. Die staan op een afstandje, die hebben vaak niet, die hebben niet de mogelijkheid om daar echt dat overkomt ze. Dus wat heeft het misschien ook wel geholpen, die ervaring, om al een paar keer te veranderen, om ook nu veranderingen door te voeren? Nou, kijk, ook dat is natuurlijk een continu proces. En daar hebben we het ook vaak met elkaar over. Als je kijk, voor ons is het een proces, op het moment dat je gaat nadenken over een naamsverandering, is het al begonnen. En dan ga je ermee aan de slag. En dan, dat kan een proces zijn van een week, maar dat kan ook een proces zijn waar je al een jaar mee bezig bent. Of misschien stiekem al langer, maar dat het onbewust is. En dan stap je een beetje in je hoofd, kom je dan tot een punt dat je, oké, we gaan het doen en dan ga je er overheen. En op dat moment ga je het communiceren aan de rest van het team. Dus eigenlijk staan die al voor verdrongen feit en die zijn niet meegenomen in het proces wat jij in je hoofd hebt.
Dus je hebt een hele grote groep die denkt, hey, ze hebben weer een goede keuze gemaakt, die gaat daar mee, gelukkig. Maar je hebt ook een groep die gaat in de weerstand. Ja, moet dat nou allemaal wel? En wat er toen was, was allemaal goed. En waarom zouden we dat op deze manier dan gaan veranderen? En dat is ja, gewoon continu herhalen. Waarom doen we dit? Mensen meenemen in alle keuzes die je in het hele traject, ja, wat ik al zeg, wat een week of misschien soms wel een jaar of langer heeft geduurd, om ze daar toch weer in mee te nemen van het begin tot waarom je die keuze hebt gemaakt. En het gaat niet altijd goed, maar we proberen het wel. Is zo'n crisis, hè, wat waar we nu nou, nog steeds middenin zitten, is dat goed voor bedrijfsveranderingen, Marcia? Is dat een mooi moment om tegelijkertijd, hey, je had misschien wat plannetjes liggen op de plank, maar nog niet helemaal doorgevoerd. Is dit dan ook een goed moment om die veranderingen in je bedrijf door te voeren? Of is dat te veel voor medewerkers misschien? Het is een vergrootglas. Dus het is een vergrootglas op de bereidheid van of de veranderbaarheid van je mensen. Dus als jij allemaal plannen op de plank hebt liggen en die wil je gaan doorvoeren, maar jouw hele bedrijf is eigenlijk helemaal niet goed in veranderen, nou, dan wordt dat heel duidelijk in deze periode. Maar goed, wat je ook ziet, er zijn al heel veel bedrijven geweest die nu al 15 jaar aanhikken tegen digitale transformatie. Ja, moeten we wel een keer wat mee, ja. Ja, nee, ja, het komt eraan. Komt bijna. We gaan bijna transformeren. Dat werd aangekondigd als een soort shift, maar die echte shift kwam voor heel veel bedrijven net niet helemaal. En toen kwam er een coronacrisis en ineens, boem, was hij er. Moeten we wel. Moet je wel. En dan zie je dat er toch een hoop kan. Dus als het moet, dan gaat het wel. Maar als je kijkt naar het gedrag, bijvoorbeeld het omvormen van je businessmodel, nou ja, daar moet je wel echt je mensen in meenemen. En dan zie je in een periode als dit wel hoe je cultuur ervoor staat. En of je inderdaad een cultuur hebt waarin dat kan en waarin dat niet kan. En als je erachter komt dat dat niet kan, dan heb je denk ik wel een probleempje. Ja, want kan je cultuur wel veranderen in een bedrijf? Zeker, ja. Ja, absoluut. Cultuur is gedrag van je mensen. Je zet een groep mensen bij elkaar en het gedrag dat dominant is, dat wordt dan uiteindelijk je cultuur. Dus het is heel belangrijk om te kijken naar wat voor gedrag laten mensen zien. Is de grootste groep de mensen die zeggen verandering bedreigend willen we niet? Mm-hmm. Dan ga je dat gedrag, wordt dan je cultuur. Dat kan je omvormen, maar dan moet je dus het goede voorbeeld gaan geven. En je moet zorgen dat dat als een soort olievlek gaat uitspreiden bij de rest van de mensen. Ja. En dan kan dat absoluut, ja. Maar dat is wel lastig, want gedragverandering bij mensen, de intentie is er vaak wel, ja. Maar in de praktijk is het toch een stuk weer barstiger. Klopt. Waar ligt dat aan? Als je een gewoonte wilt aanpassen, dus een gedragsverandering echt consistent wil gaan doorvoeren, dan heb je een veilige omgeving nodig waarin je daarmee kunt experimenteren. Waarin je het een keertje kunt uitproberen zonder dat het meteen heel verstrekkende gevolgen gaat hebben. Dat vinden mensen natuurlijk heel spannend. Iets veranderen, ze weten niet wat de consequenties daarvan gaan zijn. Als dan meteen je baan ervan afhangt of je weet ik veel, het is gekoppeld aan je KPI's, dan doe je het liever niet. Dan hou je het liever op het veilige, want dan weet je in elk geval wat daar de gevolgen van gaan zijn. Dus op het moment dat je zo'n veilige omgeving weet te creëren, ik werk bij een bedrijf dat gamification gebruikt, dat is een voorbeeld van het creëren van een omgeving waarin je kunt oefenen met nieuw gedrag, zodat je kan zien wat het je gaat opleveren. En als je dat eenmaal ziet, ja, dan ga je hersenen gewoon aan. Dan krijg je een dopamine boost en denk je, hey, tof, dit ga ik nu in het echt ook een keer proberen. Heb je een voorbeeld ervan hoe je dat bij jezelf hebt ervaren? Oeh, bij mezelf. Nou ja, ik heb dus, zeker als het gaat om mijn werk, niet zo ongelooflijk veel moeite met veranderen. Ik ga gewoon en dan zien we wel. Dus ik ben in mijn carrière nooit echt bang geweest voor de gevolgen van dingen. Mm-hmm. Ik denk, het komt altijd wel goed. Nou, ik denk in mijn persoonlijk leven, het moeilijkste wat je kan doen is levensstijlverandering. Hè? Ik moest op een gegeven moment wel echt aan de sport. Want ik had twee kinderen gehad en dat was gewoon niet zo, zag er niet zo mooi meer uit. Dus na heel langer tegen aanhikken, dacht ik, ik moet het op een manier voor mezelf de moeite waard maken. En toen heb ik maar gewoon een personal trainer gebeld en ben ik het een keertje gaan proberen. Ik ga niet zeggen dat ik nu ineens heel erg hou van fitness, want dat gaat nooit gebeuren. Maar ik heb gezien wat het me kan opleveren. En dat is nu wel een consistent ding in mijn leven geworden. Dus en de stappen die je daartoe hebt gezet, waren eigenlijk van, nou, constateren, er moet iets veranderen. Ja. Een tijdje tegenaan hikken waarschijnlijk. Ja. Ja, ik moet ook echt heel eerlijk toegeven. Je kan mensen intrinsiek motiveren en extrinsiek. Hè? En de intrinsieke motivatie, daar gebruiken wij bijvoorbeeld gamification voor. Want daar worden gewoon bepaalde hersengebieden bij actief, waardoor je zelf echt door wil gaan. Mm-hmm. Het is allemaal niet bij mij. Ik was gewoon extrinsiek. Ik betaalde gewoon heel veel geld aan die trainer. En dan dacht je, dan dacht ik, ik heb dan geld betaald, dus nou moet ik wel gaan. Vind ik leuk. Gaan we het even hebben over intrinsieke en extrinsieke motivatie om te veranderen? Het stond gewoon op je deur. Ding, ja, precies. Geen keuze. Ja, hoe is het bij jou geweest, Bram? Heb je ook al eens een keer iets gehad waarvan je dacht, ja, dat moet ik nu bij mezelf gaan veranderen? Nou ja, kijk, je zei het aan het begin van, ik was, nou, ik denk,
Tot 2007, dus we zijn begonnen in 2000. Tot 2007 heb ik, langer zelfs nog. Tot 2014 heb ik bijna niet gesport. Ik was alleen maar aan het werk en dan was het hier werken. Om 9:30 reden we naar huis. Dan konden we nog net een half uurtje, want ik was samen dan met Hugo vaak. En dan konden we net nog een half uurtje naar de sportschool en dan naar huis toe en slapen. Nou, dat is ongeveer hoe mijn leven eruit zag. Ja, en op een gegeven moment wordt de werkdruk hoger, dus dan valt dat sporten steeds wat meer af. Ja, en dan op een gegeven moment kijk je eens naar jezelf, eigenlijk een beetje wat Marcel zegt. En toen dacht ik, ja, dit moet echt anders. Ik voelde me ook niet fit, liep je de trap op en dan ben je gewoon klaar. Dus toen ben ik gaan hardlopen. En, zat de bank boven aan de trap. Ja, opschuit, dat was niet oké. Dus toen ben ik gaan hardlopen. Nou, en dan van het een komt dan het ander. Vervolgens word je een keer gechallenged door een vriend. Zeg, joh, zullen we een keer meedoen met een triathlon? Dan denk ik, ja, laten we dat doen. Maar ook geen kleine doelen, begrijp ik. Nee, ik moet wel een doel hebben. En hardlopen deed ik al. Dus ja, dan moet je wel wat leuks doen natuurlijk. Maar goed, ja, ik wou zwemmen. Nou, de laatste keer dat ik gezwommen had, of in ieder geval zwemles had gehad. Ik zie het nu aan mijn kinderen. Dus ik denk dat het jaar of 9 was dat ik voor het laatst borstkooltraining heb gedaan. Dus ja, toen ben ik maar les gaan nemen, borstkool. En dan kom je erachter dat je het gewoon totaal niet kon. De techniek niet eerst. Dus ja, dan moet je door een heel proces heen. Fietsen. Dat deed je dan naar de supermarkt en terug of naar de kroeg. Ja, en nu dan moet je in één keer op een racefiets gaan stappen en je grenzen verleggen. En wat voor mij enorm heeft geholpen, ik had een trainingsschema en evaluatiemomenten. Dus ja, het was echt niet dat ik dan naar een evaluatiemoment wilde dat ik de kantjes vanaf had gelopen. Dan wil ik ook gewoon laten zien dat ik het goed heb gedaan. Dus dat zijn dan zeg maar de interne doelen waar je dan voor naartoe aan het werken bent. En ik denk dat dat uiteindelijk, hè, wat jij ook zegt, heeft er bij mij voor gezorgd dat ik een bepaalde structuur heb aangebracht. Ja, en mijn lijf is gewoon verslaafd. Nu geworden aan die dopamine die vrijkomt na een trainingssessie. Dus ja, en dat is wel heel gaaf. En datzelfde zie ik ook alweer terug met werken, weet je wel. Ja, je kan ergens gaan beginnen. En dat is hetzelfde als hoe wij in heel veel dingen zitten als bedrijf. We zijn heel competitief en we houden van een challenge en we houden van een doelen na te streven. Dus, en dat heeft er ook in mijn optiek voor gezorgd dat wij altijd de lat net wat hoger leggen dan dat misschien haalbaar is. Maar dat is bewust dat je gewoon continu aan het springen bent om het maximale resultaat uit jezelf te halen. Ik zeg niet voor niks, groeien is gewoon elke dag een stapje beter doen dan de dag ervoor. En dat stapje kan in hele kleine dingetjes zitten. En hoe meet je dat? Want het is, kijk, het is, hoe faciliteer je dat? Hoe zorg je ervoor dat mensen dat ook echt gaan doen? En niet in hun eigen veilige vaarwater blijven zitten. Nou ja, kijk, het is hetzelfde als ik vergelijk heel veel met sport. Dus voor mij is het heel makkelijk. Je hebt een trainingsschema en aan dat trainingsschema geef je commitment. En uiteindelijk zorg het ervoor dat je je doelen kan behalen. En dat zijn gewoon kleine stapjes. Gewoon het klein maken met wat je grote doel is. En een stapje voor stapje daar naartoe. Zodat je continu succesmomentjes kan vieren met jezelf. Natuurlijk heb je af en toe ook wel een tegenslag. Maar als je hem dan de week daarna wel haalt, dan is het, hey, zie je wel dat het gelukt is? En dan ga je door. En dat is hetgeen wat wij als bedrijven zeg maar doen. Naast alle trainingen en alles wat daaromheen zit om ook het gedrag te stimuleren. En ook te zorgen dat de tooling er is om die keuzes goed te kunnen maken. Ik ben benieuwd of er vragen zijn binnengekomen van de kijker. Eveline. Er zijn nog niet echt vragen binnengekomen. Wel antwoord op jouw vraag. Wat goed. Over veranderen thuis of op je werk. En de algemene strekking is wel dat het thuis minder wordt veranderd dan op het werk. Mm-hmm. Ik begrijp het wel. Er zit toch meer druk op het werk dan thuis. En sommige mensen geven ook gewoon de voorkeur aan rust thuis. Dat is een goeie inderdaad. Maar dan nog, we zijn met een live webinar bezig. En dit is natuurlijk een mooi moment om je vragen te stellen aan Young Capital oprichter Bram. Of aan neurowetenschapper Marcia. Die kom je ook niet elke dag op straat tegen. Dus heb je vragen over verandering, over het brein, over groei en succesvolle verandering, bijvoorbeeld bij Young Capital, stel ze echt gerust in de chat, want domme vragen bestaan niet. En dat maakt mijn werk weer een stukje makkelijker. Dus help me uit, mensen. Is dat zo? Ik vond het wel een mooie opmerking die er was, inderdaad. Dus dat mensen op het werk makkelijker veranderen dan thuis. Ik vind het heel lastig om daar iets in het iets wetenschappelijk gefundeerds over te zeggen. Want ja, Dus is het lastig te onderzoeken ook. Ik kan het me wel goed voorstellen. Je hebt u wat minder externe prikkels. Het is, je wordt in je werk word je vaak helemaal op de huidige werkvloer. Dat was vroeger minder, hè? Vroeger had je een baan en dat was dan je baan tot je pensioen. Dat zeg 50, 60 jaar geleden. Dat is nu gewoon niet meer zo. Dat bestaat eigenlijk bijna niet meer. En dat komt door al die technologische ontwikkelingen, invloeden van buitenaf. Dus je wordt op je werk meer gedwongen om te veranderen. Ja, dat kan je niet doen, maar dan zit je op een gegeven moment thuis.
ik kan me dan ook wel weer voorstellen dat als dat je werkomgeving is, dat het heel lekker is om thuis dan inderdaad gewoon de rust en de regelmaat, de reinheid, om dat thuis dan een beetje in stand te houden. Want continu prikkels en continu veranderen is ook niet per se heel erg gezond. Een beetje stabiliteit is ook wel prettig natuurlijk. Ja, je zei laatst in een interview ergens, onzekerheid hè, en die verandering daarmee, de verandering en de onzekerheid die erbij komt kijken, is gewoon niet goed voor het brein. Nou, het is niet prettig voor het brein. Het brein wil structuur. Ja. Het brein wil precies weten wat er gaat gebeuren. En dat is, als ik het even helemaal plat sla, is het omdat je brein wil weten of er ergens een wild dier gaat komen dat jou gaat opeten. Daar komt het op neer. Dat brein is niet heel veel veranderd in die evolutie. Die bekijkt dat nog steeds op dezelfde manier. Natuurlijk zijn die prikkels heel erg veranderd. Maar onzekerheid betekent gewoon dat het mogelijk is dat er een wild dier komt dat jou gaat opeten. En dan gaat je brein aan en die gaat op scherp en die gaat overal zitten scannen. Is er gevaar? Is er gevaar? En daar krijg je een opgejaagd gevoel van. En dat is op de lange termijn natuurlijk niet zo erg lekker voor je lichaam. En daar komt dan misschien ook wel die weerstand vandaan die veel mensen ervaren als het neerkomt op verandering. Ja, dat klopt. Ja, het is... Als je maar bij hetzelfde blijft, ook al is dat negatief, dan weet je in elk geval wat je gaat krijgen. Dan weet je in elk geval wat de kans is. Precies, terwijl je in het achterhoofd misschien wel weet van ja, ik zit al heel lang in deze baan of in deze fase. Ja. Of we nou, moeten we iets. Heel goed in ontkennen. Is dat het? Ja, dat kan dan. Dat was heel makkelijk. Gewoon, dan krijg je een soort confirmation bias. Dat alles wat binnenkomt wat niet strookt met de gedachten die je al had, hè, dat bestaat dan gewoon niet. Het is natuurlijk wel een beetje platgeslagen. Het is veel genuanceerder dan dat. Het is een beetje wat Bram zei van in de begintijd van ja, maar je studenten werken en het is goed. Ja. En we doen het al goed en we verdubbelen. Ja, en het is heel normaal om dat te hebben. Ook als ondernemer. Hè. Het is niet dat je als ondernemer alleen moet denken, yes, we gaan, kom op! Want dat gaat ook niet per se altijd heel goed aflopen. Het is heel goed om juist wel die weerstand te voelen. Maar de vraag is, wat ga je dan doen? En wat Bram vindt, is dat ze gaan kijken, oké, wat kan wel? Wat ligt binnen mijn cirkel van invloed? Wat willen we mee? Wat gaat het ons opleveren? En dat je dan een afweging maakt en dan vaker ja zegt dan nee. Want als je altijd nee zegt, dan kom je natuurlijk niet vooruit. Maar dat het lastig is, dat veranderen moeilijk is, dat is niet erg. Dat mag. Dat is prima. Maar het gaat om wat je met die moeilijkheid en met die onzekerheid doet. Nou Bram, je bent heel normaal. Dat is prettig om te horen. Oh. Nou, ik herinner me nog een gesprek dat ik met hem heb gehad toen ik net hier begon. Toen ging ik de cultuur van Young Capital kwantificeren. En ik weet nog dat hij toen zei, ik wil gewoon dat iedereen begrijpt dat ik gewoon een normale gozer ben. Dat herinner ik me nog. Dus nou, blijkbaar ben je dat dan. Dat is bij deze, na al die jaren alsnog gebleken. Yes. Maar verandering, uiteindelijk zien we het resultaat van verandering. Maar tussendoor probeer je waarschijnlijk ook heel veel dingen en dat gaat niet altijd goed. Wat voor veranderingen zijn er bij Young Capital geweest waarvan je zegt, dat is niet zo goed gegaan? Nou, je had natuurlijk die vraag van tevoren gesteld. En dan ben ik gaan nadenken van wat hebben we nou allemaal veranderd in het verleden wat niet goed is gegaan. Ik moet je heel eerlijk bekennen, ik heb zo een paar voorbeelden. Maar dat ik er echt gewoon zoveel ben vergeten. Want ik sta er gewoon niet bij stil. Ik kijk eerder van wat wel kan dan naar wat niet kan of wat niet is gelukt. En wat niet is gelukt is gewoon een slecht experiment geweest. Waar we dan een streep onder hebben gezet en weer door naar het volgende. Ja, en in 20 jaar probeer je natuurlijk heel veel. Ja, ik bedoel, voorbeelden. We hebben een mooie database, hebben met alle mensen erin. En we kregen steeds meer opdrachten voor promotiebureaus. Wij dachten, weet je wat wij gaan doen? We gaan een modellenbureau starten. Dan kunnen we net die high-end klussen starten. Nou ja, wij zijn geen modellen scouts. We weten niet precies wel hoe dat allemaal in elkaar zit. Dus dat is niet helemaal van de grond gekomen, zullen we maar zeggen. Wij spreken Nederlandse taal. Welke landen hieromheen spreken ook Nederlands? Denk je? Dat is België. Dus wij dachten, we gaan in België aan de gang. We gaan daar een kantoor openen. Appeltje, eitje. We spreken dezelfde taal. Nou, hoeveel klanten hebben we in Nederland die ook in België zitten? We hadden een leading customer. En dan kom je eraan, is de cultuur gewoon totaal anders. Ga je daar als Nederlander zitten om mensen aan te sturen en ze zeggen allemaal ja, ga ik doen. En dan vervolgens kom je er een keer de dag daarna kom je terug, nee, hebben we niet gedaan. Want er zat toch wel heel veel, ja, misschien is dat wel een goed idee. Nou, misschien is in Nederland wel, we gaan proberen. Hè? Misschien in België is, we doen het niet. Ja, en dat zijn van die kleine dingetjes waar je gedurende het proces dan achterkomt. Ja, weet je, we hebben heel veel, naarmate je groter wordt, moet je anders je bedrijf gaan inrichten. Dus je gaat aan de gang met managementlagen, andere structuren. Ja, en dat is gewoon een continu proces waar je heen moet, met trial and error. En uiteindelijk kom je dan tot een model wat op dat moment werkt, voor de fase waarin je dan zit. Maar daarvoor heb je 101 fouten gemaakt. Alleen, ja, die fouten die los je gewoon on the spot op. En dat is gewoon een continu veranderingsproces. En
Nou, dat is een van de leukste dingen dat wij, van wat ik heb geleerd toen wij Marcel hadden aangenomen in, vanuit de universiteit, zeg maar, vanuit de professor. Weggekaapt. Is van wij zijn heel erg bezig met denken in kansen, hè, de ondernemersmindset. En Marcel die heeft ons toen meegenomen in het verhaal van je hebt een fixed mindset en een growth mindset. Ja. En juist ons te helpen met wat is nou het DNA, zeg maar, van het bedrijf waar je in zit en welke kenmerken moeten mensen nou aan voldoen? Willen ze binnen jullie organisatie succesvol zijn, wat uiteindelijk de organisatie dan weer succesvol maakt? Ja, en uiteindelijk zijn we tot de conclusie gekomen dat die entrepreneurial mindset of die growth mindset, dat wel een key factor is om hier te kunnen slagen, omdat we gewoon continu veranderen. Het is gewoon een continu spel waarin je aanpast op de markt, je aanpast op de kandidaten, de digitalisering waar iedereen het over heeft. Ja, en dat maakt dat wij als organisatie enorm wendbaar zijn. Soms ook wel, zou het ook wel eens handig zijn om wat mensen die wat meer in de fixed cultuur zitten. Maar over het algemeen ben ik wel heel blij met dat we heel wendbaar zijn, omdat mensen in hun brein ook wendbaar zijn. Moet jij eventjes uitleggen wat het verschil is tussen een fixed mindset en een growth mindset? Ik vind eigenlijk dat Bram het heel goed heeft uitgelegd net. Nee, precies. Maar wat, en zit het nog verschil met een entrepreneurial mindset? Of is dat weer het heeft enorm veel overlap met elkaar. Ik ben inderdaad hier begonnen met onderzoek naar growth en fixed mindset. En uiteindelijk is dat uitgebreid. Dan kwam ik op de entrepreneurial mindset. Dacht ik, dit komt als je kijkt naar het gedrag. Want ik ben altijd heel erg gaan kijken naar wat is gedrag. Je hebt een mindset, maar wat zie je dan precies? En er zit superveel overlap in. En dat is inderdaad eigenlijk heel, heel simpel gezegd die scheidslijn tussen zie je verandering als een bedreiging of een uitdaging. Mm-hmm. Fixed is, alles is een bedreiging. Want fixed betekent dingen zijn zoals ze zijn en ze veranderen niet. En als dat dan wel gebeurt, dan past niet binnen je. Ja. Dat past gewoon niet binnen je wereldbeeld. Dus dat is heel erg, elke verandering is een bedreiging. En growth mindset of entrepreneurial mindset is heel erg, het is een uitdaging. Inderdaad, wat ligt binnen mijn cirkel van invloed? Wat gaan we dan nu wel doen? En dat zijn mensen die creatiever zijn, flexibeler zijn, fouten durven toe te geven, risico's durven nemen. Dat is het gedrag dat je daarbij ziet. En hoe weet je van jezelf of je nou een fixed mindset hebt of een growth mindset? Is dat, dus moet je wel eerlijk zijn tegen jezelf natuurlijk. Ja, als je echt eerlijk bent tegen jezelf, dan denk ik dat je het wel weet. Ik gebruik in lezingen vaak een spectrum, want het is niet hokje. Het is niet hokje fixed of hokje growth. Je bent een beetje een combinatie van alles, mm-hmm, in verschillende situaties. Dus je kunt op je werk meer in een growth mindset zitten en thuis meer fixed. Hadden wij het net ook al over. Ja. Thuis veranderen is moeilijker dan op je werk veranderen. En dat betekent dus dat we thuis misschien wel iets meer in die fixed mindset zitten. Dat is niet per se heel erg. Je moet alleen gaan kijken, wat levert het je op? En wat jij zegt is inderdaad waar. Weet je, soms is het misschien best lekker om iemand met een fixed mindset hier tussen te hebben zitten, want die gaat dan challengen op, is dit wel verantwoord? Kan dit wel? Soms qua financiële outlook is dat best handig. Ja. Maar het is ook wel weer zo dat omdat dit bedrijf heel erg vanuit een growth mindset opereert, is iemand met een fixed mindset hier weer minder op zijn plek. Want het verandert hier wel de hele tijd. Het zit echt in de kern van het gedrag van Young Capital, zit gewoon om kunnen gaan met verandering en wendbaar zijn. Maar hoe kan je het, hoe meet je het van anderen? Want je wil een cultuur misschien creëren waar mensen meer wendbaar zijn. Ja. Dus meer een growth mindset hebben of een entrepreneurial mindset. Maar dan komt iemand op gesprek. Hoe ga je erachter komen of iemand dat daadwerkelijk is? Ja. Nou ja, kijk, en dat hij zich beter voordoet dan dat hij of anders voordoet dan dat hij is. Ja, precies. Ja, er zijn vragenlijsten voor, maar daar heb ik niet bijzonder veel vertrouwen in. Want als je zo'n vragenlijst invult, dan weet je natuurlijk precies wat je moet omcirkelen. Nee, makkelijk in verandering. Nee, ik vind verandering heel leuk. Heel leuk. Ja. Dus het lastige eraan is, als je eerlijk bent naar jezelf, dan is een vragenlijst genoeg. Ja. Want dan vul je het in en dan weet je het. Maar wie is er nou eerlijk als je op sollicitatiegesprek gaat? Nee, want je wil die baan hebben. Ja. En dat is logisch. Dus het is niet een verwijt, het is gewoon een feit. Dat je jezelf altijd een beetje mooi voordoet. Het is alleen niet altijd handig, omdat je dan niet goed terechtkomt. Maar daar kunnen assessments dus heel erg bij helpen. Wat we hier hebben gedaan destijds, is een soort een DNA-test gemaakt. Niet een letterlijke DNA-test natuurlijk, maar een game-based assessment. Waarbij je gewoon spellen speelt, waar dus inderdaad onder de oppervlakte gekeken wordt naar, hebben deze mensen de gedragingen die we graag zien bij de mensen binnen Young Capital. Heb je een voorbeeld van zo'n spel? We hebben bijvoorbeeld, misschien kennen mensen het prisoner's dilemma wel. Dat is een dilemma waarbij eigenlijk gekeken wordt, ben jij geneigd om samen te werken of ben jij geneigd voor jezelf te kiezen? Nou, dat concept hebben we omgevormd in een spel. Er is een hele film voor opgenomen, dat was echt super tof, waarbij je gearresteerd werd vanuit first person perspectief en je werd in een verhoorkamer gezet en dan moest je wist dat de ander ook in de verhoorkamer zat. Wat ging je doen? Ga je me bijlappen of kies je voor jezelf of kies je voor de groep? Dat is één van de spellen die we gemaakt hebben. We hebben ook een gokspel gemaakt. En dat ging over risico nemen. Dus de opdracht in het spel was, je moet zoveel mogelijk punten verzamelen. Dat was gewoon een spelletje roulette. Ja.
zoveel mogelijk punten verzamelen. En dan kon je veel risico nemen of weinig risico nemen. Veel risico betekent natuurlijk ook dat het je veel zou opleveren als het zou lukken. En ondanks dat mensen dachten dat het ging om het aantal punten, want dat denk je natuurlijk vaak, dat het gaat om het einduitslag, keken we daar helemaal niet naar. We keken naar welke keuzes maken mensen. Dus als ze net vet verloren hebben, wat gaan ze dan doen? Gaan ze meer risico nemen of gaan ze dan op safe spelen? En het is ook niet dat wat daaruit komt, dat het is, dit is het Young Capital persona en hier moet je perfect inpassen, anders mag je hier niet werken. Zo werkt het niet, maar je hebt een spectrum. En als je naar je team kijkt, want het hele bedrijf is toen door dat assessment heen gegaan, dus we wisten hoe de teams eruit zagen. Dan weet je dus ook, als je een team hebt dat heel erg zit op heel veel risico nemen, nou, dan kan je er misschien even iemand bij zetten die iets meer aan de andere kant van het spectrum zit. Dus die assessments, die geven je data op basis waarvan je beslissingen kunt nemen. Ik hou niet van stoplicht assessments. Dat is gewoon niet verstandig. Iemand echt afwijzen op die getalletjes. Maar het geeft je wel heel veel inzicht. En wat was een verrassend inzicht hierbij bijvoorbeeld? Nou, we hebben dus toen we dat hele, alle medewerkers hebben die assessment gedaan. En het bleek dat er één vestiging was, waar mensen best wel aan de fixed kant van het spectrum zaten. Maar goed, je moet die data verzamelen, dan moet je het analyseren, dan moet er nog een rapportage van gemaakt worden. En daarna ging ik een keer met de area managers in gesprek erover. Dus we waren al een stukje verder. Het grappige was dat dat een soort van zelfregulerend systeem was. Want de mensen die op die vestiging zaten, waren weg. Dus die vestiging had zichzelf eigenlijk in de tussentijd vernieuwd, waardoor er nu wel mensen met de juiste mindset zaten. Dus ik vond het mooi om te zien dat de cultuur blijkbaar sterk genoeg is, dat mensen die hier niet passen, dat dat ook gewoon, dat mag, hè. Dat betekent niet dat je slecht bent, maar dat je gewoon ergens anders beter tot je recht komt. En dat is natuurlijk wat je wil. Je wil uiteindelijk een cultuur hebben die zichzelf in stand houdt op de juiste manier. Want het is niet, je wil niet kloontjes van iedereen hebben, maar je wil wel een cultuur die overgedragen wordt, zodat je niet continu er van bovenaf in hoeft te drukken. En nu is altijd de illusie dat volgens mij mannen wat meer risico durven nemen dan vrouwen. Dat kwam er volgens mij niet uit deze test, toch? Nee, het is ook echt een illusie. Het is gewoon echt helemaal niet waar. Nee, het is maar net hoe je in het leven staat. En het mannelijk brein is helemaal niet heel veel anders dan het vrouwelijk brein. Ik bedoel, vrouwen en mannen verschillen van elkaar in gedrag. Maar dat heeft niet zozeer te maken met hoe het brein werkt, maar meer met hoe de maatschappij in elkaar zit. Ja. Maar het klopt, het is gewoon hier zo dat de vrouwen nemen ook gewoon veel risico. Ja. Soms zelfs wel meer dan de mannen. Ja, we hebben 80% vrouwen, dus het is ook niet. Het is ook moeilijk om. Het is ook moeilijk om tegen te gaan. Over vrouwen gesproken, de afgelopen weken, we hebben geloof ik 10 weken deze webinars georganiseerd in samenwerking met Young Capital vanuit MT Sprout. En er is één iemand die altijd in de uitzendingen was, maar nooit te zien was, en dat was Eveline. En is mijn mailbox overspoeld geweest de afgelopen weken met vragen van, hoe ziet Eveline er nou uit? Dus gelukkig voor alle kijkers thuis hebben we eindelijk live in beeld. Bovendien is het er allerlaatste dag vandaag bij Young Capital, dus het is een hele mooie afsluiter. Eveline, waar kan je in zwaaien? Wat is de camera? Zwaai eventjes naar de kijkers. Ja, nee. Ja. Ik zit hier al de hele tijd. Hallo kijkers. Ja, je was echt een ongelooflijk geweldige en bent nog steeds het komende kwartier een moderator. Dus ontzettend leuk dat we dit samen konden doen. En heel veel succes bij je nieuwe uitdaging. Dankjewel. Mooi bruggetje. Zijn er vragen binnengekomen? Er zijn heel veel vragen binnengekomen. Die oproep heeft heel goed gewerkt. Een hele interessante vraag van Nicolette aan Marcia. Marcia gaf aan, dominant gedrag bepaalt de cultuur. Wat als je management de groep is met het dominante gedrag? Hoe pak je dat aan? Ja. Je MT is de bepalende factor in je cultuur. Dus als het managementteam niet het juiste voorbeeld geeft, is elk initiatief om een cultuur aan te passen zinloos. Je kan dat gewoon niet bottom-up aanpakken, want iedereen gaat kijken naar wat doen zij. Dus als we het even heel plat slaan en growth en fixed even aanhouden. Mm-hmm. Als je managementteam volledig in een fixed mindset zit, dan kan je heel leuk allemaal initiatieven gaan opstarten om in de brede laag een growth mindset te gaan stimuleren, zodat iedereen met allemaal nieuwe initiatieven komt. En vervolgens worden die initiatieven kaart weer onderuit gehakt door alles het MT. Ja, dus dat heeft niet zoveel zin. Ja, dus het is niet het is een beetje een hiërarchische opvatting, maar uiteindelijk is het wel zo dat je als managementteam een heel belangrijke rol hebt in het niet alleen zeggen, maar ook echt doen. Want er zijn, ik zal geen namen noemen, maar er zijn genoeg bedrijven die heel groot uithangbord hebben hangen met growth mindset. Kernwaarden, values, weet ik veel, missie statements met allemaal hele mooie woorden. En dan zit je erin en dan is het gewoon compleet anders. Dat gaat niet werken. Dat merken mensen hoor, als ze binnenkomen en ze gaan er zitten. Ja. En dan lopen ze net zo hard weer weg. Dus het is echt heel belangrijk dat je
eerlijk bent over wat voor soort bedrijf je bent. En dat je dat dus ook laat zien in het gedrag als manager. Heeft Marcia jullie dat ook op het hart gedrukt destijds, Bram? Oeh, ja, ze ging continu naast ons zitten en van dit moet anders. Oh, oké. Okay. Nee, ja, zonder gekheid. Hè. Kijk, Marcia, wat het mooie is van de samenwerking die wij hebben gehad, is zij heeft heel goed in kaart gebracht van hoe ons bedrijf eruit zag, waar de kansen en bedreigingen lagen met onze mindset. Kijk, want wat ik zeg, als je alleen, en wat Marcia ook zegt, als je alleen maar mensen hebt die denken in kansen, elke verlies is een nieuwe challenge om weer te winnen. Nou, dat is natuurlijk heel mooi, maar je hebt ook een beetje een mix nodig. Dus ja, in die zin, daar heeft ze ons ook al van op gewezen. Van, hey, let op die afdeling wil je misschien niet allemaal mensen hebben die met een growth mindset zitten. Dat is misschien, als je bijvoorbeeld hebt over finance of als je het hebt over programmeurs, dan is het toch wel best wel handig als daar ook wel wat meer mensen met een fixed mindset tussen zitten. Zijn het ook dingen waar je actief mee bezig bent als managementteam en als eigenaar van zo'n bedrijf om die cultuur die je hebt en die kernwaardes wel in elke de praktijk dag te brengen? Elke dag. Kijk, wij zijn een ondernemersbedrijf en zo willen we ook blijven. En we zien natuurlijk heel veel voorbeelden van grote bedrijven die een ander soort type aansturing en DNA hebben als dat wij hebben. En wij geloven echt in het denken in kansen. Als je kans ziet dat je die moet pakken. Ja, en dat is wat wij stimuleren. Niet alleen hier in Hoofddorp, maar daarom zijn wij ook veelvuldig op vestigingen. Om daar te zien en te proeven van wat is nou de sfeer die hier is op de vestiging. En hoe kunnen we nou zorgen dat we dat die ondernemersmindset, dat we die gewoon wel houden. Want we willen blijven groeien, we willen de kansen pakken. En op het moment dat je dat niet van bovenaf, onderaf, door je hele bedrijf samen dat gevoel hebt. Ja, dan is de groei eruit en voor ons de lol eraf. Is het ook misschien wel eens lastig dat je altijd zo onder een vergrootglas ligt? Dat mensen altijd naar jou kijken van oké, maar wat... ik weet wat ik doe, maar wat doet Bram en wat doet Ineke? Nou, kijk, de gekheid is van wij worden er vaak op gewezen door ons managementteam. Van hé jongens, let eens even op wat jullie gedrag is hierin. Terwijl wij zitten er totaal niet zo in. Ik ben Bram en ik blijf Bram. En dat is gewoon als ik op een vestiging kom, hoop ik dat je dezelfde persoon ziet als die ergens op een podium staat of die in een andere meeting zit. Want ik heb geen zin om spelletjes en poppenkast te spelen. En dat is wel de boodschap die je wil overdragen naar iedereen. Zie je dat vaak? Dat, want hier kan het natuurlijk schuren, dat een bedrijf wil die kant op. Niet iedereen heeft dat ook in de praktijk. Hoe kan je daarmee omgaan? Bedoel je als de cultuur en de strategie niet overeenkomen? Ja, bijvoorbeeld. Ja, kijk, dan is het dus heel erg zaak om te gaan werken aan je cultuur. En dat Jan Capital heeft Elbrich als HR-directeur. Daar mag ik je echt heel dankbaar voor zijn. Elbrich Badstra, die snapt het. Die snapt hoe gedrag werkt, die snapt dat cultuur gedrag is. En dat is wat je wil. Je moet echt significant durven investeren in het gedrag van je mensen. Om te zorgen dat ze begrijpen waarom die strategie is, hoe die is. En, want heel vaak kabbelt het een beetje door bij bedrijven. Ja. Het is wat het is. Ja. Dat klopt. En dan is als die kloof te groot wordt, nou, dat ga je gewoon meteen, dat ga je merken in je verloop en je verzuim in alles. Want dan zitten mensen niet meer op hun plek. Dus het is echt belangrijk om daar eerlijk over te zijn. En je kan het sturen dus. Cultuur kan je zeker. Ja, dat kan je zeker sturen. Absoluut. Ja. Het is echt wat ik zeg, kijken naar wat voor gedrag wil je beïnvloeden en daar dan ook echt volop inzetten. Dus hele mooie voorbeelden van. Als je kijkt. We hebben heel veel verschillende klanten. Nou, ik zal geen namen noemen, maar we hebben bepaalde segmenten klanten die hebben enorm hoog ziekteverzuim. En dan ga je erop inzoomen van maar waar ontstaat nou dat ziekteverzuim door? Dan heeft het bijvoorbeeld te maken dat ze in bepaalde periodes geen vrij mogen nemen. Dus wat is dan de manager of degene die op de vloer roept, die zegt dan, hey, meld je misschien maar 1 of 2 dagen ziek. Dan begin je gewoon lekker volgende week weer, heb je toch die 2 dagen met dat mooie weer of iets. En dat zie je wel op het moment dat je daar het gesprek over aangaat. Dan zie je wel dat er een verandering mogelijk is. Ziekteverzuim naar beneden. En uiteindelijk zijn die dagen er toch niet. Dus of ze dan ziek zijn of vakantiedagen opnemen. Wat is beter voor het bedrijf en voor je cultuur? Volgens mij is eerlijk en open zijn een veel belangrijkere kernwaarde, company value. Dan dat je dingen onder het tapijt blijft vegen. En het allemaal op een andere manier alsnog doet, maar onder een andere noemer. En dat zijn dingen, dat zijn hele kleine dingetjes die je in de cultuur er in mijn optiek redelijk makkelijk uit kan halen. En dat is wel de top-down benadering, of de down naar de top benadering, want vaak vanuit de top wordt gezegd, nee, kan niet. Maar ze regelen het op de vloer alweer op een andere manier. Er waren meer vragen binnengekomen. Evelien. Zeker. Ik ga er 2 achter elkaar stellen, want eentje is vrij kort.
Hoe lang duurt het, Marcia, voordat verandering is geaccepteerd? Daar zijn de verhalen over verdeeld namelijk. En hoe kan je ervoor zorgen dat mensen niet terugvallen in hun oude gedrag? Ik vind het zo lastig. Je hebt mensen die zeggen, je hebt 3 maanden nodig om nieuw gedrag aan te leren. En ik denk dat het heel erg afhankelijk is van het gedrag. Als ik even het hele simpel heb, stoppen met roken. Mm-hmm. Ja, na een maand is het geloof ik de nicotine uit je lichaam. Weet je, maar je blijft altijd gevoelig voor terugval. Dus hoe lang het duurt is afhankelijk van hoe dichtbij je al bij het nieuwe gedrag zit. Dat sowieso. En als we het dan even specifiek hebben over een bedrijfscultuur, dan is het zaak om te zorgen dat je het zelfregulerend maakt. Dus dat je inderdaad zorgt dat het nieuwe gedrag in de organisatie beloond wordt op een manier die het de moeite waard maakt om het gedrag in stand te houden. En dat bedoel ik niet in financiële zin, maar gewoon dat je inderdaad met z'n allen een cultuur hebt die passend is bij de keuzes die het bedrijf maakt. Dat is de enige manier. Cultuur en strategie in balans brengen met elkaar is de enige manier om te zorgen dat dat op de lange termijn ook beklijft. Want anders krijg je dus precies wat jij omschrijft. Dan val je uiteindelijk weer terug in oude patronen. Want dat is veilig. Dat is gewend. Daarvan weten we tenminste wat we gaan krijgen. En nu proberen we van alles en lukt het alsnog niet. Dus je moet echt zorgen dat die kloof overbrugd is. Je zag het ook met corona. Iedereen gaat weer massaal de straat op na 3 maandjes in Zeeland. Ja, maar ik denk wel dat corona een heel mooi voorbeeld is. Want als je kijkt, hè, ook naar ons bedrijf. Oké, vanuit huis werken. Wij waren er totaal niet op ingericht. Ja, tenminste, digitaal gezien en wel, maar qua organisatie totaal niet. Iedereen kwam naar kantoor. Ja, iedereen standaard naar kantoor. Wij hebben een aversie tegen thuiswerken. En die is niet meteen weg, maar ik zie wel sommige voordelen ervan. Maar goed, ja, we moesten wel. Onder druk van onze dictator. Dus nou, daar hebben we deels naar geluisterd en zijn we daarmee aan de gang gegaan. En vervolgens zie je dus dat het in één keer kan het wel. En het voordeel is, voor ons is, we hebben mensen die gewoon nog steeds productief konden zijn vanuit huis. Maar je ziet het ook bij heel veel klanten die, precies wat jij zei, die vanuit het MT zeg maar niet de mogelijkheid hadden om bijvoorbeeld trainingen voor een parttime baan, om die ook parttime te doen of in de avontuur of in de weekenden. Nee, dat moest gewoon fulltime. En als je een beetje pech had, was die training ook nog een keer 4 weken fullpool. En wat je nu ziet door corona, zeker bij die grote bedrijven die gewoon echt nog dicht zijn, is dat het allemaal wel onder druk heel erg vloeibaar is gemaakt. Dus dat die verandering een stuk sneller is gegaan dan dat ze van tevoren hadden zelf kunnen bedenken. En dat vind ik wel weer het mooie van corona. Want ik denk wel dat dat uiteindelijk wel gaat bijdragen aan de productiviteit. En dat we toch op een andere manier dingen gaan doen. Kijk, die 1,5 meter, die is straks iedereen weer vergeten. We vergeten het nu al. Ja, dus dat wordt anders. Alleen ik denk dat er nieuwe manieren van werken ontstaan. Hè. Zij stond niet voor niks in de krant. Dat het aantal auto's op de weg niet echt is afgenomen. Nu op 92% zit, maar het aantal files is wel afgenomen. Hoe komt dat dan? Ja, ik denk dat het toch te maken heeft met meer flexibelere werktijd. Het kan dus wel. En je noemde net eventjes dus dat je in je organisatie checks en balances moet bouwen. Zodat een verandering ook op lange termijn blijft beklijven. Heb je misschien een paar handvaten die bedrijven daar die kunnen gebruiken, zodat het in je organisatie gaat, dat het een zelflerend algoritme bijna wordt? Het zou heel mooi zijn als dat er is, want dat vinden mensen fijn, als je een lijstje hebt met tips. Precies, door de 5 belangrijkste. Ja, dat is er niet. Het is gewoon echt, kijk naar je values en ga volgens als leiderschapsteam heel goed bij jezelf te raden, doen wij dit echt? Dus het gaat over kritisch kijken naar jezelf. Dat moeten ze doen. Dat is nummer 1, 2, 3, 4 en 5 op het lijstje. Kritisch kijken naar jezelf. En zorgen dat je values in lijn zijn met je eigen gedrag om te beginnen. Ik had nog wel een ander voorbeeld. Schoot me ineens te binnen trouwens. Naar aanleiding van de vraag die gesteld werd van hoe lang duurt verandering en hoe hou je hem in stand. Want we hebben met Enrange een paar jaar geleden een aantal heel grote gamification projecten bij Albert Heijn gedaan. En één daarvan ging echt over het beïnvloeden van de winkelmedewerkers. Want de winkelmedewerkers voelden zich redelijk onzichtbaar. Je bent niet per se heel erg verbonden met het merk Albert Heijn. Helemaal dat mensen tegenwoordig niet echt meer veel contact hebben met de winkelmedewerkers. En daar wilde Albert Heijn iets aan doen. En daar hebben we een spel voor ontwikkeld. Dat heeft 12 weken gelopen. Dus dan weet ik, dat is hoe lang het duurt om te veranderen. En het wordt nu nog steeds in stand gehouden. En dat spel dat heette Appie Aandeel. Waarbij de broodafdeling, de versafdeling en de slager, die gingen met elkaar concurreren. Wie het meeste kon verkopen. Ja.
Even heel erg simpel gezegd. Elke week mochten ze één product kiezen en dat product kreeg dan een koers ten opzichte van de historische verkoopcijfers. En de cashières en de vakkenvullers die konden aandelen kopen in de broodafdeling of de versafdeling of de slager, waarvan zij dachten, oh, die heeft het goed gedaan. Dus nu zou je bijvoorbeeld denken, de broodafdeling gooit stokbrood in de aanbieding, want iedereen gaat barbecuen. Dan denkt de cashière, mooi, die gaat veel verkopen, dus daar koop ik even aandelen in. Nou, dat spel hebben ze in een deel van de winkels 12 weken lang gespeeld. En dat heeft geleid tot 50-80% meer omzetgroei in die winkels in die periode. Dus dan zie je al dat blijkbaar gingen die mensen heel anders denken. Ze gingen ineens meer denken als een ondernemer. Als wat kan ik nou doen? Welke keuzes moet ik maken om te zorgen dat ik als Albert Heijn, want ineens waren ze wel verbonden, zo goed mogelijk naar voren kom. En wat we hebben gezien in die winkels is dat het is nu volgens mij 3 jaar geleden dat het spel echt heeft gespeeld. Dat het begonnen is. En een aantal winkels heeft gewoon het hele commerciële proces vervangen door dat spel. Dat is ook een manier om het in stand te houden. Ja. Hè? Kijk, ik geloof zelf heel erg in de kracht van gamification. Je ziet nu dus ook dat het, want financieel is het aardig wat nullen in omzet die erbij komen als je dat doet. Spel kan een hele mooie manier zijn om iets structureel te maken. Je moet nooit oneindig spelen, want dan is het niet leuk. Maar je kan wel zeggen, oh, we zien nu dat het weer een beetje wegzakt. We halen dat spel weer even uit de kast en we gaan weer aan de slag. Want dan trigger je, waar we het eerder over hadden, die intrinsieke motivatie. Want als je echt wil veranderen, dan kan je het niet extrinsiek maken. Als ik mijn eigen voorbeeld even gebruik. Ik was extrinsiek gemotiveerd om te gaan sporten, want ik betaalde mijn trainster. Maar het werd intrinsiek omdat ik zag, oh, ik ben nu 50 kilo lichter. Het levert me dus echt wel wat op, dus wordt het waard om in stand te houden. Je kan extrinsiek beginnen, maar als het niet intrinsiek wordt, dan is het gedoemd om te mislukken. We hebben nog 5 minuten. Laten we die nemen voor vragen van jou, de kijker. Even ik heb een mooie aansluitende vraag van Leo Valk. In hoeverre zijn financiële incentives versterkend of remmend bij het doorvoeren van veranderingen? Incentives, financiële bonussen. Ja. De bonuscultuur. Ja, die is heel extrinsiek, hè? Ja. Dus dat is op zich is daar niks mis mee. Ik ben niet tegen commercieel denken, ik ben niet tegen bonussen. Maar het kan een labmiddel zijn misschien. Het is vaak een startmiddel. Startmiddel. Dus het kan extrinsiek motiveren, helpt heel erg om mensen aan de gang te krijgen. Mm-hmm. Maar dan op het moment dat ze het nieuwe gedrag in de vingers hebben, dan moet er dus iets anders bij komen. Dan moet het intrinsiek worden. Omdat ze anders, even een simpel voorbeeld, als je je target hebt gehaald en je bonus is dus binnen, dan kap je er dus mee. Ja. Dat is niet wat je wil. Je wil dat mensen intrinsiek gemotiveerd zijn om door te gaan, omdat ze zich bijvoorbeeld verbonden voelen met het bedrijf. Of omdat ze hun werk heel erg leuk vinden. Dus er is niks mis met financiële prikkels. Dat is echt helemaal prima. Maar het moet niet het enige zijn. Hoe kijk jij naar Bram? Ja, het kan, ik zie het in verschillende dingen. Kijk, wat wij doen, natuurlijk hebben we ook een bonusbeleid en dergelijke, maar wij doen ook wel eens challenges onderling. We hebben nu bijvoorbeeld een challenge lopen nog met een vestiging van wie of ze een bepaalde lat kunnen halen in het plaats van het aantal kandidaten. En als dat dan gerealiseerd is, dan ga ik samen met Rogier langs. Ik met de lunch, Rogier voor de afwas. Het goede gevoel eronder te zetten. En ook, ja. Ook commitment vanuit ons op die doelstellingen te plakken. Dus ja, ik geloof wel in dat je, ja, hetzelfde als de dopaminebeloning die je voor jezelf krijgt. Of dat je net wel, als je getraind hebt, aan het einde van de dag denkt, nou weet je, die zak chips of dat ijsje of dat toetje, dat ga ik nu lekker wel eten. Om jezelf daarin net eventjes die beloning te kunnen geven die je anders daarvoor, dat je denkt dat is slecht, moet ik niet doen. En daarin kan het natuurlijk enorm helpen. Dus ja. Competitie aan zich overigens is niet extrinsiek. Hè? Kijk, van jou weet ik het helemaal zeker. Als ik er een wedstrijd van maak, dan wil je. Maar dat is intrinsiek. En dat is hier binnen dit bedrijf is dat ook wel. Hier werken gewoon best wel veel competitieve mensen. Dus juist dat soort competities instellen. Het is leuk dat jullie langskomen. Dat is nog even de kers op de taart, zeg maar. Maar de competitie aan zich, competitie is een spelelement. Dus je hebt heel veel spellen waarin het doel is het spel te winnen. Dus competitie is een game mechanic, noemen we dat. En als ik hier een game zou ontwikkelen, zou ik hem absoluut competitief maken. Want dat motiveert mensen hier intrinsiek. Mooi. Ja, ik had nog een aanvullende vraag, maar hij ontschiet me volledig. Dus kan gebeuren. Even kijken, is er nog, de laatste 2 minuutjes, is er nog een mooie afsluitende vraag misschien van een kijker? Ja, veranderen in organisaties levert onzekerheid op het vlak van status van mensen, zegt Groeibrein. Hoe gaat Young Capital daarmee om? Hoe spelen we jullie daarop in? Bram. Ja, dat is natuurlijk weer even terug naar het begin. Dat is mensen meenemen in de keuzes en de wijzigingen die je doet. En het is natuurlijk heel lastig, want status is wel een belangrijk ding. Om daarmee het gesprek met elkaar aan te gaan. Ja, en dat hangt ook wel heel erg van het individu af, hoe zij met die status zelf omgaan. En uiteindelijk heb je mensen waar je het gesprek mee aangaat, ja, die een andere titel krijgen.
En die dat heel goed snappen en die daarmee gewoon volle bak aan de gang gaan om dan vervolgens weer de volgende stapjes te kunnen maken. En ja, je hebt ook mensen die compleet in de weerstand gaan. Ja, en daar ga je het gesprek mee aan, dan ga je kijken of je de gedragsverandering kan bewerkstelligen. Maar op het moment dat dat niet lukt, ja, dan ga je een ander gesprek met elkaar en dan weet je gewoon ja, dat die persoon op dat moment niet de juiste is voor je organisatie. En dat maakt het af en toe wel lastig. Heb ik ook nog één afsluitende vraag. Coronacrisis, we zitten nog middenin, maar er is een soort lichtpuntje. Ja. Kijk je positief naar de toekomst? Ja, altijd. Dat is gewoon geen vraag. Dat is gewoon een feit. Ik bedoel, corona, dat geeft even setback. Maar wat ik zei, is het heeft ons ook wel de kans gegeven om een keer heel goed intern te kijken. Wij zijn 20 jaar lang alleen maar gegroeid. We hebben alleen maar mooie dingen kunnen doen. En nu hebben we echt voor het eerst dat we echt tegen een muur zijn aangelopen die we niet hebben zien aankomen. Ja, wel een beetje, maar heel lacherig over hebben gedaan. En die van de een op de andere dag werkelijkheid was. Dat maakt dat je nog eens een keer heel goed in je bedrijf gaat kijken. Waar zijn we goed in? Waar zijn we minder goed in? Wat kunnen we ontwikkelen? En wat zijn mooie toepassingen die we nu op de plank hebben liggen, die wellicht versneld nu de markt op komen om uiteindelijk toch weer de groei te pakken op het moment dat zo meteen die lockdown echt helemaal weg is. Ja, en daar zie ik zoveel kansen en mogelijkheden. Ik heb er eigenlijk alleen nog maar weer meer zin in. Nou, de growth mindset, de entrepreneurial mindset zit er bij Bram nog goed in. Marcia, heb je misschien nog een mooi afsluitend woordje voor de kijker? Ja, hoe is je verandering? Ja, je houdt niet van lijstjes. Maar één laatste gouden tip van de breinexpert. Probeer het gewoon een keer. Probeer het gewoon een keer. Vind ik een mooie afsluiter. Dankjewel Marcia. Dankjewel Bram voor dit uur vol inzichten. Dankjewel Eveline. Dankjewel voor jou, voor je tijd en aandacht en vragen. Het afgelopen uur en voor het kijken naar één of meerdere webinars van Young Capital in samenwerking met MT Sprout. Ik wens je veel succes toe met het veranderen van je organisatie, want verandering brengt altijd weer mooie nieuwe dingen. Heel graag, nogmaals bedankt voor het kijken en heel graag tot ooit weer een keer bij een ander webinar. Hoi! Audio uit, afdekken, start. En nu kunnen we doorpraten. Ja.